welkom bij een nieuwe video. In deze video is het de eerste keer dat ik storytime ga doen. Want dat zei ik de vorige keer, dat ik zou uitleggen wat er is met mijn voet. En dus ja, laten we gauw beginnen. Ik heb dus een ratje op mijn voet en op mijn duim. Maar op mijn duim heb ik sinds kort, dus daar zal ik later in de video over vertellen. Eerst over mijn voet. Dus ik zat op de basisschool in groep 8 volgens mij. En ik had gym en je weet wel, als je geen gymschoenen hebt of zo, of gewoon met blote voeten bent of zo. En dan na gym moet je douchen. En bij mij was er dus zeg maar, in de douche was het zo vies. En wij moesten daar gaan douchen. En ik ging met blote voeten. En daardoor ben ik eigenlijk het ratje opgelopen. Dus een tip voor mensen die nog in de basisschool zitten of gewoon... ergens waar je gym hebt en in de douche moet gaan douchen, waar het niet echt hygiënischer uitziet, zou ik aanraden om slippers aan te doen tijdens het douchen. Dat heb ik pas later gedaan, want ik had er ook niet echt zoveel verstand van. En daardoor heb ik eigenlijk het ratje op mijn voet gekregen. En dat heb ik nou al 4 jaar, dus ik zit nu in... Oh nee, ik heb het eigenlijk bijna 5 jaar. Ik zit nu in het 4e jaar van de middelbare school, mijn laatste jaar, examenjaar. En dus dat is eigenlijk bijna ongeveer 5 jaar geleden. En ik ging zo vaak voordat voor mijn voet ging ik het laten wegstippen met een stikstof bij de huisarts. En ik weet echt niet hoe vaak ik daar naartoe ben geweest, maar het hielp gewoon niet. Ik heb zeker meer dan 10 keer... ben ik naar de dokter geweest om mijn ratje weg te laten stippen. En die behandelingen die deden wel pijn. Maar niet zo pijn als wat ik nu als behandeling heb. Ik ging gewoon naar de huisarts een keer, de laatste keer, ik weet niet wanneer het was. Heeft zij het ook gewoon laten weggestipt met de stikstof. En na dat zat ik gewoon in de stoel en had ze uitgelegd dat ze mij gaat doorverwijzen en zo. En ik heb ook verteld dat ik het al 4 jaar lang heb. En zei ze, ja, dat is dan wel een probleem. Ik zou je wel doorverwijzen naar een kliniek die daar gewoon gespecialiseerd voor is. Met de pedagoog of zo. Ik weet niet hoe het heet. Ja, iets waar ze dingen voor voeten doen bijvoorbeeld. En ze heeft me dus daar naartoe verwezen. Ze hebben mij ook in het systeem staan, dus na de vakantie, een paar weken later of zo. Want ik werd doorverwezen en toen ging ik daar. En dit is nu de 2e keer dat ik ben geweest. En de eerste keer van die behandeling was echt heel pijnlijk. Ik kan echt niet vertellen hoe pijn het deed. Het is echt 10.000 keer erger dan gewoon alleen stikstof bij de huisarts. En... ja, het is zeg maar, ik zat gewoon, het is net als een huisartsachtig iets. Lig je ook op zo'n bedachtig iets. En ik heb niet gelegen, ik zat gewoon en toen liet ik ze mijn voet zien. En toen zei hij, oh ja, dat is wel een probleem, ik zie het en zo. Ging hij even kijken hoe het eruit ziet. En er was ook een assistente en zij heeft daar ook bij geholpen. En ik zat ook even te vertellen van hoe lang ik het heb. En hij heeft ook alles in het systeem staan met mijn computer. Van hoe en wat en gewoon zulke dingen. En toen begonnen ze. En als eerste heeft de assistente volgens mij het schoongemaakt. En toen had ze een vloeibaar stof. Ik weet niet hoe het heet. En ik weet ook niet hoe ze het gebruiken. Maar ja, het was dus een... heel eng spul, echt, ik weet het niet. Als eerst gingen ze met zo'n rond lepelachtig iets. Nou, het was geen lepel, maar het is gewoon een stokje met zo'n rondje erin. En dat schrapen ze dus, zeg maar, van mijn ratje schrapen ze het weg. Dat eelt dat er erop zit, of dat er eroverheen, gewoon eromheen zit en zo. Dus dat hebben ze gedaan. En... op een gegeven moment deed het geen pijn, maar toen hij iets dieper ging zo, deed het wel echt pijn. Toen voelde je echt, mijn moeder zag het echt aan, maar ik was zo bang. Ik ging gewoon helemaal, ik deed echt gewoon alsof ik een aardbei was of zo. En mijn moeder zag helemaal dat ik rood was. Ik ging echt zo van,
Oh god, dit doet echt pijn. Want zo erg had ik het niet verwacht. Want daarvoor was ik wel zenuwachtig. Maar ik had de pijn niet zo erg verwacht. Dus ja, dat was echt schrikken voor mij. En dat deed pijn. Dus toen hebben ze het spul gedaan. Dat het bloeden laat stoppen. En daardoor heb ik ook gewoon pleister op gekregen. En ze hebben ook bij mijn duim gedaan. Bij mijn duim heb ik het hier, zoals jullie zien. Dat zwart stukje. En hier bij mijn nagelriem. Dat hebben ze ook gedaan. Eerst hebben ze bij mijn voet en toen bij mijn vinger. Of ik weet niet meer. Ik weet niet meer hoe ze deden. Maar hier hebben ze het ook gedaan. Hebben ze ook zo met zo'n lepeltje. Of nee, zonder lepeltje. Hebben ze eerst dan gewoon die stikstof. En proberen een klein beetje van het huid weg te halen. Dat dode huid. En ook tegen het bloeden hebben ze zo'n spul gedaan. Dat deed ook wel een beetje pijn. Die behandeling was echt heel snel klaar. Dat duurde maar 5 minuten. 8 minuten denk ik. 5 à 8 minuten denk ik ongeveer. En toen zei dat ik over 3 weken weer een nieuwe afspraak moest maken. En dat heb ik gedaan. En vorige week vrijdag. Voor jullie is het dan... Ja, vorige week vrijdag, klopt wel. Ben ik daar weer naartoe gegaan voor de tweede keer. En toen zei die man dat het bij mijn voet wel weg is, bijna. Dat hij verbetering heeft gezien. Dus daar was ik echt heel blij mee om dat te horen. Want ik heb dat probleem al 4 jaar. Bijna 5 jaar. En ja, dat deed dus echt pijn. En dat heeft hij ook gewoon... Dezelfde behandeling heeft hij ook net als vorige keer gedaan. Weer dat mijn huid weghaal met het lepeltje. En weer die vloeistof tegen het bloeden. En dat keer heeft hij ook echt veel dieper bij mijn nagelring gedaan. Je ziet ook dat het bruin is. Nou, zwart of zo. Dat heeft echt zoveel pijn, hè. Wow. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Dat vloeistof raakt je zenuw gewoon aan en dat doet echt heel erg pijn. En van de eerste keer dat ik na die behandeling naar huis ging, in de auto zat ik... Ik kon gewoon niet meer lopen. Mijn moeder moest me gewoon de hele tijd vasthouden. Want ik kon niet genoeg evenwicht hebben bij mijn andere been. Ik liep gewoon letterlijk op mijn linkerbeen en mijn rechterbeen ging ik op mijn tenen lopen. En dat ging wel moeilijk en dat deed pijn. Dus ja, in de auto bleef ik maar huilen. Het was echt zo moeilijk. Thuis bleef ik ook gewoon letterlijk 2 à 3 uur huilen achter elkaar. Ik kon gewoon niet normaal ademen, om te zeggen. Ja, dus daar... Ik kon gewoon niet stoppen met huilen. Het deed zo erg veel pijn. Oh, wow. Nu ik erover praat, denk ik echt... Wauw, wat heb ik meegemaakt. Even serieus. Ik moest even drinken. ik had echt heel veel pijn. Mijn moeder gaf toen pijnstiller. Hielp ook niet echt. Hielp wel een beetje, maar ik had ook echt heel veel napijn. De tweede keer had ik het ook, maar toen was het minder. Nou, ook wel. Het deed wel pijn, maar iets minder. En het deed vooral pijn bij mijn duim. Maar ook wel een klein beetje bij mijn... Want het ratje heb ik... onder mijn hiel en op mijn duim. En op mijn duim. Of nee, wacht. Dus dat die behandelingen van mijn voet. Die zijn dus gebeurd. Over 4 weken moet ik weer gaan. Dat is in november, denk ik. Ja, in november. En dan gaan ze weer kijken of het weg is bij mijn voet. En zo niet, dan gaan ze het nog een keer doen. En hij zei dat ik voor mijn duim nog een paar keer moest komen. Want dat is, hij zei, het is wel echt op een pijnlijke plek. Dat is het ook echt. Ja... Het gaat ook moeilijk om... Nou, nu gaat het gewoon goed. Nou, is makkelijk. Al het pijn is weg. Dus ja, daarmee kon ik ook moeilijk lepel pakken. Of gewoon als ik aan het eten was, kon ik echt heel moeilijk. Toen ging ik echt, zeg maar... Kijk, ik weet niet hoe ik moet uitleggen, maar... dit is gewoon even waaier. Toen moest ik echt zo vasthouden in plaats van zo. Ik weet niet hoe ik moet uitleggen, maar... Ik ging met mijn duim en mijn middelvinger de lepel vastpakken, omdat ik niet met mijn duim kon. En toen ging ik echt zo eten. En dat ging echt moeilijk. Maar ja, het moest. En dus ja, dat is het verhaal van mijn ratjes. En nou ga ik vertellen over hoe ik dit heb.
Dit heb ik, ik weet niet hoe, ik weet niet van waar, maar van mijn voet wist ik het wel. Maar dit heb ik niet zo heel lang, dit heb ik een jaartje of een paar maanden denk ik. En ik weet echt niet hoe ik dit ben opgelopen. Ik denk misschien door vieze dingen, bacteriën denk ik, ontstekingen. Ja, gewoon van vieze plekken denk ik. En daar moeten jullie ook echt voor oppassen, want het is echt niet fijn om een bratje te hebben. En ik schaam me daar ook niet voor, want ik weet dat er sommige mensen ook gewoon bratjes hadden of zo. Tenminste, daar heb ik heel veel van gehoord. En dan zeg ik ze, ja, ga naar dat waar ik ga voor die bratjes. Dus daar ben ik blij mee dat ik er binnenkort ook wel van af ben. Dus ja, ik vind ook dat die dokter mij eerder moest doorverwijzen naar de kliniek, want ik merk wel verandering. En voor die tijd, toen ik nog niet naar de kliniek ging, deed het zelfs pijn als ik op de trap liep en ik per ongeluk met mijn hiel aan de zijkant van, aan de buitenkant van de trap, zeg maar. Dan heb je zo, dit is dan de trap. En dan dat, zeg maar, ik moet uitleggen, maar ik denk wel dat jullie het weten. En toen kwam ik keihard met mijn hiel tegen de trap aan, dat deed zoveel pijn. Maar nou gebeurt het niet, omdat mijn hiel nou minder dik is. En daarvoor was het echt dik, omdat ik daar een wrat had. En ja, dus daar merk ik ook verandering in. En die kliniek heeft me best wel geholpen, om eerlijk te zijn. En ik hoop dat ik het na een paar maanden of zo, dat ik er helemaal van af ben van allebei de bratjes. En zowel, dan zal ik het vertellen. Dus ja, dit was mijn video. Ik hoop dat je het leuk vond. Als jullie vragen hebben, zet in de comments of DM'en of weet ik veel wat. Laat me weten. En ik vond deze video leuk om te filmen. Als je het ook leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. Like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!